Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat er wat wolkenvelden vanuit het zuidwesten over het land trekken, maar van tijd tot tijd schijnt ook wel de zon. Overwege de ochtend is het al 20 graden op een heleboel plaatsen en de wind is zwak of matig uit het zuidwesten. Vanmiddag ontstaan er een paar stapelwolken en misschien dat in het noordoosten een enkele buiten tot ontwikkeling komt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 28 graden in Limburg. Aan zee wordt de wind tijdelijk vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af. Ook is het vanavond op veel plaatsen nog lange tijd zonnig en warm temperaturen boven de 20 graden. Morgen begint de dag ook nog warm en vrij zonnig, maar in de middag gaat er vanuit het westen regen en onweer over het land trekken. Voor de buien uit wordt het nog 22 tot 27 lokaal 28 graden bij een matige westenwind. Op vrijdag en zaterdag wordt het koel cool en een behoorlijk wisselvallig zomerweer. Met name zaterdag verloopt behoorlijk nat bij 16 of 17 graden slechts. Op zondag neemt de buienkans af en stijgt de temperatuur weer enigszins. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl